Deze week verscheen een rapport dat de woonbehoeften voor de regio in beeld bracht. Eén ding is duidelijk, er zal flink moeten worden gebouwd. Alleen al in Arnhem ruim 7000 woningen tot 2030. Voor 10% daarvan is de behoefte sociale huur, volgens de onderzoekers. Maar de coalitie sprak af dat dit minimaal 30% moet zijn. Hoe gaan zij hier nu mee om? Wat zou uw voorstel zijn om aan de hand van dit rapport nu te gaan doen? Nou, er zijn een paar dingen die we kunnen doen. Het is vooral van belang dat we gaan kijken waar willen we voor welke groepen bouwen. Dan denk ik vooral aan appartementen voor de eenpersoonshuishoudens, voor de kleinere huishoudens. En dat betekent ook dat je wat meer gaat stapelen. Appartementen bouw je natuurlijk niet in een eensgezinswoning. Dus dat betekent 4 tot 6 lagen bouwen en dan goed mooi ingerichte omgeving eromheen, zodat je ook prettig woont. Ja. Kunt u even schetsen voor Arnhem, hoe ziet die behoefte er ongeveer uit? Nou, laat ik ten eerste concluderen dat Campane zegt dat er een behoorlijk actueel woningtekort is. En dat wil zeggen dat er gewoon te weinig woningen zijn. En dat tekort is relatief hoog, dat is meer dan 4%, terwijl het normaal zo'n 1,5 à 2% moet zijn. Dat betekent dat er op korte termijn al een hele grote druk op die woningmarkt is. Verder geven ze aan dat er toch heel veel behoefte is aan nieuwbouwwoningen, zeker op de middellange termijn. En dat met name in de betaalbare sfeer moet zitten. Dan noemen ze sociale huur, dan noemen ze goedkope koop. Dat is de belangrijkste categorieën waarin geïnvesteerd zou moeten worden en nieuw gebouwd zou moeten worden. Ten slotte, ook niet helemaal onbelangrijk denk ik, is om te beseffen dat Campane zegt, je krijgt steeds meer kleinere huishoudens. En je zou echt moeten denken bij de nieuwbouwbehoeften, hoe je ook 1- en 2-persoons huishoudens goed kunt huisvesten. Kortom, er is nog heel wat te doen om die woningmarkt hier in de regio Arnhem en ook in de stad Arnhem in evenwicht te brengen. Wat je voor sociale huurwoningen zou moeten doen, want daar is nog steeds wel heel veel druk op. Heel veel mensen reageren op die woningen, zou je eigenlijk snel moeten inlopen. En dat kun je doen door geen huurverhogingen meer te doen, waardoor sociale huurwoningen opeens geen sociale huurwoning meer zijn. Is het afgelopen 1,5 jaar wel veel gebeurd. Minder verkoop, of eigenlijk helemaal geen verkoop meer van sociale huurwoningen. En de bouw van sociale huurwoningen naar voren trekken. Dus niet 30% elk jaar, want daar blijkt langjarig helemaal geen behoefte aan. Maar doe de eerste jaren veel meer. En dan kun je daarna ermee ophouden. Nee, dat zou natuurlijk kunnen. Als je naar Arnhem kijkt, geloof ik dat ongeveer 750 sociale huurwoningen daar zouden moeten komen. Dus je van, nou, die kun je eerder doen, dat kan. En misschien heb je dan 1 of 2 jaar 30%. Maar ja, als je meer dan die 750 gaat bouwen, dan dat zou ja, misschien een beetje raar zijn. Of in ieder geval, daar blijkt de behoefte niet direct uit. Nou, mensen willen wel graag zo'n sociale huurwoning. Alleen, heel veel mensen hebben er geen recht meer op door de wet. En inderdaad, als je er 750 nou bouwt, en bouw die dan snel, bouw die in de komende jaren, dan ben je van dat probleem af. Maar daar kiest men niet voor. Wat zou uw voorstel zijn? Wat moet er voor plan nu komen vanuit het college? Meer woningbouwplannen. We hebben zelf al een voorzet gedaan. Ga camping Arnhem ontmantelen. Want het is geen camping. Het is gewoon allemaal daglicht kan het niet verdragen. Ga daar woningbouw toestaan. Geef de mensen die daar nu vast wonen, geef die een plekje op in een andere huis. En dan kun je heel veel woningen erbij creëren. Maar er zijn nog meer voorstellen denkbaar. Maar het college komt met niks. Het is zelfs een onderzoek voor de hele regio Arnhem. En wat je daarin ziet is dat er echt wel een behoefte is aan veel nieuwe woningen. En sociale huur, sociale koop, dat is bij elkaar een hele grote bult. Wat gaan we daar dan doen? Een heel makkelijke gedachte is gaan bouwen. Maar het is natuurlijk ook wel van belang, wat ga je dan bouwen? En we hebben daar eerder al heel veel afspraken over gemaakt en heel veel gedachten bij gehad. Bijvoorbeeld voldoende goedkope woningen, maar ook woningen die levensloopbestendig zijn of voor mensen die zorg nodig hebben toegankelijk zijn. Het is dus een hele diepe discussie. Het is ook een vrij omvangrijk rapport. En ik denk dat het goed is dat we daar heel lang en goed over na gaan denken. En waar hebben Arnhemmers precies behoefte aan? Nou, waar we vooral behoefte aan hebben is dat er gebouwd wordt. We hebben de afgelopen jaren echt een groot tekort op gebouwd qua hoeveelheid woningen. Er moet veel meer gebouwd worden. Het moet ook anders gebouwd worden. Niet meer ruitjeswoningen, maar meer voor eensgezinshuishoudens. Dat betekent appartementen. En de derde dat we nodig hebben, blijkt heel duidelijk, is dat er gewoon veel meer koopwoningen en vooral betaalbare koopwoningen nodig zijn. Ja, inderdaad, als je het onderzoek bekijkt, is met name heel veel kopen. En dan een deel daarvan betaalbaar en een deel overig. Aan huur blijkt minder behoefte te zijn. Nou, voor een deel wel. Dat klopt op zich wel. Maar er is ook nog wel op het gebied van sociale huur is er ook nog wel een behoefte. Maar we zien wel dat de nadruk vooral zit in betaalbare koop. Het is natuurlijk wel zo. Hè? Zeg van, we weten nu waar de Arnhemmers behoefte aan hebben. Als we het nog even een beetje analyseren, ongeveer 10% sociale huur. U zit in een coalitie waarin u net heeft afgesproken dat er minimaal 30% sociale huur gebouwd moet gaan worden. Daar heeft de Arnhemmer dus geen behoefte aan.
Nou, dan hebt u de cijfers niet helemaal scherp. 10% sociale huur. Het gaat erom hoeveel moet er bijgebouwd worden. Wat we zien is dat de komende periode de vraag nog wel wat toeneemt. Daarna neemt die weliswaar af. En weet u, een coalitieakkoord, het is ook geven en nemen. Waar ik vooral het over wil hebben, is de betaalbare koopwoningen. Want daar is echt een grote behoefte aan. Toen ik start als raadslid, dat is echt al ruim 1,5 jaar geleden, om dit onderzoek heb gevraagd. Ik zeg wel eens, het bouwen of het maken, voordat je kunt bouwen heb je eerst plannen nodig. En bij woningbouwplannen gaan er meer plannen niet door dan wel door. En dat is een beetje alsof je probeert dikke pap door een kolenrietje te douwen. En dat betekent dat er veel pap naast gaat en die moet je er steeds weer opnieuw in blijven douwen. En dat is, je moet dus de hele tijd blijven drukken. Ja, en ik had wel verwacht dat dit college wat dat betreft direct uit startblokken was gegaan. Nou, dat is niet gebeurd. Moet nu alsnog gebeuren. Dus ik zeg bouwen, bouwen, bouwen.